Ik ben zelf eigenlijk een poos op zoek geweest naar een onderlijn die je kon splijzen, die heel dun is, super schuurbestendig en daarbij ook nog goed zinkt. Dat zijn natuurlijk allemaal eigenschappen die wij als karpervisser heel fijn vinden. En uiteindelijk heb ik de Dure ik ontwikkeld. En de Dure komt in drie verschillende camouflage kleuren: in wiet, gravel en silt. Je kunt zoals gezegd. Het materiaal goed splijsen. En ik raad je ook aan om dat te doen. Want als je het splijst krijg je namelijk de allersterkste verbinding. Het is wel raadzaam om ervoor te zorgen dat je een dekking houdt van tenminste een centimeter of vier. En op deze manier kun je heel eenvoudig een boorricht maken. Want dan maak je in het uiteinde een heel klein lusje. Waar die je eigenlijk door de oog van de haak heen steekt en vervolgens die haak inlust. En aan de andere kant natuurlijk ook een klein lusje waarmee je hem aan het loodsysteem hangt. En weer afwerk zeg maar met een antitengelhoek sleeve. Probeer hem maar eens uit. Zeker een lijn die je moet gebruiken op de kanalen en zo. En schrik niet van de dunne diameter, want hij is misschien maar um, hij lijkt hij lijkt in ieder geval op een lijn van ongeveer 20 lb, maar hij is daadwerkelijk 45 lb. Ik heb er wat testen mee gedaan met um, met knopen die ik heb gespleist en ik kwam echt ruim boven die 45 lb uit. Nou is de trekkracht niet alles, maar zoals ik al zei, de schuurbestendigheid is echt fantastisch. En wil je namelijk een combi-link ervan maken, dan kan dat ook heel goed, namelijk die splicing is het materiaal natuurlijk dubbel, doordat je natuurlijk de ene deel in de holle kern trekt, waardoor dat deel ook wat stijver wordt. Dus ook dat geeft de mogelijkheid om verschillende kouperrichts te maken.